Hey, Karel, schiet op, man. Ouwe lul. Kan je een beetje sneller rennen, man? Ik snap dat je benen oud zijn. Kan ik een beetje sneller rennen? Ik krijg net godverdomme 5 pompers van die tyfus. Ik zie allemaal sterretjes, man. Kom op, man. Je wordt met de uur ouder, lijkt het wel. Nou, de deur kan gewoon open, man. Sukkel. Ik zou je één ding vertellen, Karel. Wij komen dus altijd in de problemen. Zou je denken? Hey. Nou, ik hoop dat die open is. Nou, die is niet open, Karel. Tyfus, sorry. Je ziet er niet flexibel uit. Ik kan wel snappen dat je vrouw je heeft verlaten, Pik. Nou, die heb ik niet verlaten. Die heb ik gewoon in de kist gestopt, want daar was ik helemaal klaar mee. Ja, wat mooi, joh, Barbiebal. Kom. Hey, kom op, man, kom op. Hey. Stap even op, desnoods even af en geef hem even een excuus, man. Hey, kijk, geef jullie iets gek, oké? Wat is uw geluksnummer, meneer? De kale. 3285. Dat is toch een omgekeerde wereld. Dan rij jij mij aan en dan ga je hem wat geven. Hier, maat. Succes, man. Oh, shit. Ik heb zojuist 5 zakken Sosa gekregen, man. Rot op, man. Je moet ze even goed gaan verkopen. Maar ik ga niet voor je werken, Pik. Het is beter dat je verder rijdt. Gaat u mij bedreigen, dan? Zo mag je het zien. Nou, ik kan helemaal niks zien, want hij heeft een helm op van een F-17-piloot, die halve dan. Meneer, dat noemt een motorhelm, ja. Dat noemt een motorhelm. Nou, ik weet niet of jij verschilt tussen een motorhelm en een helm die ze op hebben in een F-17. Maar waarom heeft hij dan een zonnebril aan als het donker is, maat? Hé, hey, niet gek doet tegen kou. Ik heb een zonnebril op, ik heb het niet aan. Waar heb jij je vocabulaire lid? Bij je spaarboekje van de halve tijd, ik zie dat je al laat bent. Niet gek doen tegen elkaar op, ik. Ja, ik stop zo je helm in elkaar, dan kijk ik er een ei op bakken. Hoppakee. Dat bedoel ik. Ligt die? Hij ligt. Ik weet niet of hij nou bewusteloos of dood is, maar het ziet er niet goed uit. Nou, hij heeft toch een helm op, dus hij komt wel weer goed, hè. Nee, hij komt wel weer goed. Kom, Karel, we moeten snel weg hier, voordat voor mij is het een gangmember. Kom maar, ik weet wel waar. Dat is mijn geheime plekje. Daar ga ik af en toe een jackie pinnen. Wacht, ben je wel eens geweest, Piet Peter? Peter Piet, Pik. Piet Peter. Dat man. Ik wil niet emotioneel klinken, maar het voelt wel alsof we een band aan het hechten zijn hier, man. Oh, een fietsband? Nee, maar gewoon een vriendschappelijke band. Voel je dat ook niet zo? Nou, ik weet niet wat ik hier moet zeggen. Oké, laat maar zitten, weet je, Karel, laat maar zitten. Ik probeerde aardig te doen. Ah, nee, goed geprobeerd. Hé, hey, wat vind je van mijn stekkie? Ja, dat is een mooie stekkie. Hé, hey, Karel, ik ga eventjes Monier bellen. Wie? Die kever? Nee, de springkaan. Ja, die halve tamme pak weer niet op. Zullen we weer aan zijn neus tevreden zijn? Hé, hey, Piet. Hé, hey, Monier, ben je safe? Ja, man. Oké, waar ben je? Ik ben even een outfit aan het halen. Er staat een mooie klus op de planning. Een klus op de planning? Ja, we hebben een klus? Ja, man. Een goede klus ook. Oké, ja bro, we hebben wel echt geld nodig. Ja, meneer voor Rashid toch? Meneer voor Rashid heeft gefixt. Ja, even. Hey, Karel, Rashid heeft een klus gefixt voor goeie ons, man. Een goede klus. Maar die bellen, die ken ik niet. Monier, ja, waar ben jij? Moet ik locatie sturen? Ja, is goed. Stuur mijn locatie, ja. Monier is onderweg. Oké. Hey, Karel, volgens mij wordt die guy geholpen hier zo. Ja, dat denk ik ook. Maar laat me lekker kraperen, mij niet bellen. Tegenlijn dat hij er is met zijn 17 helft. Ik denk wel dat ze op zoek gaan naar ons, man. Kunnen ze lang gaan zoeken? Wat ben je allemaal aan het doen, je? Ja, een beetje strekken. Goed, de motor. Holy fuck. Wow, ik hoorde ook een motor. Ik ben weg. Okay. Ja, waar ben je? Zo. Bedankt. Ik ga even zwemmen, hè? Ja, ik hoorde die motor en voor mij zijn ze op zoek naar ons. Hé, Karel, is die weg, denk je? Ja, ik hoop het voor hem. Anders geef ik hem een daarjakke, dan wordt hij morgen wakker. Oh. Oh, shit. Oh, nee. Is dat... Wie zijn dit? Peter. Oh, daar ben jij. Oh, bro, ik raak bijna in paniek, man. Karel, hij is er, man. Wat heb jij leggen? Een koei of zo? Waarom doe je er zo lang over, joh? Ja, je zus. Ja, mijn zus. Jouw zus. Ik weet dat jij een... Moet hier niet zo lekker met elkaar gaan, maar laten we het vriendelijk houden, jongens. Ja, dit duurt allemaal wel lang met die kijken. Nee, maar de springkaan. Dit zijn trouwens mijn neven. Oh, yo, wat up, neven? Yo, was 7 voor de prijs van 1, of Oké, met wie kan ik mee? Oh, kies maar. Ja, je mag kiezen, man. We moeten even die outfit van jou even gaan regelen. Het gaat hem niet worden zo. Ja, ik denk dat je het ook wel door hebt. Hij sportief bakkie. Oké, kan iemand mij al uitleggen wat het plan is, of Dat hoor je zo dadelijk. Oké, ik word een beetje zenuwachtig. Ik heb net met een motorbende met van die kogelvrije vesten aan heb ik ruzie gekregen. We hebben één Jeff in elkaar getimmerd. Druk, laat ze maar komen. Goed gedaan. Oké. Peter Piet. Ja? Het plan gaat als volgt. Jij, Monier en Karel gaan met mij mee naar binnen. Oké. Dan gaan we vervolgens, gaat één van jullie hacken.
En ik ga samen met iemand van jullie onderhandelen. Dan gaan we hostages teruggeven als hun goed meewerken. En uiteindelijk is het plan om te ontsnappen via een tunnel. Die wij zo meteen ook nog aan jou laten zien. Daar staat iemand klaar, gewapend, voor als de politie komt. Dan gaan wij uiteindelijk opgehaald worden door Klantos. Is een Panamera. En dan gaan we het geld veilig wegbrengen. Degene die geld en wapens hebben. Oké, nee, duidelijk man, duidelijk. Yes. Hey, wacht even. Hey. Wapens? Waar zijn wapens dan? Niet voor jou. Niet voor mij. Luister vriend, ik heb in de Bourgondische-oorlog gevochten. Ik heb gevochten in de oorlog op het vaselinebakje. Ik heb gevochten in de oorlog van het kroketvlees. Ik heb gevochten in alle oorlogen. Dan ga je mij geen wapen geven. Nee, maar dat zijn oorlogen van vroeger. Oorlogen van vroeger. Nu komen de SUV's met Uzi's op je af. En word je gewoon neergeknald. Ja, wacht. Ik heb Call of Duty gespeeld, dat komt wel goed. Alles is duidelijk, maar mag ik jou nog één ding vragen? Zeg maar, zijn dat vlechten of gewoon... Hey broer, rustig aan hè, dat is mijn rasta. Bro, die dingen lijken... Oké, jongens, ik heb het plan begrepen. Ik denk dat het tijd wordt voor outfitje, man. Jongens, ik ben op blote voeten, man. Ik voel het. Ik moet contact hebben met de aarde. Waarom lukt het niet? Geen maat van jou, of wat? Nee, bro. Ik voel het gewoon op blote voeten, man. Wat heeft deze opa voor Lacoste dan? Denk je dat ik Lacoste ga dragen? Ik ben geen halve taal, hè. Jongens, ik vind het toch wel een beetje koud zonder schoenen. Mag ik misschien toch een paar patas aan? Hey, waar zijn we nu? Is dit al de bank? Nee, dit is de garage van de ziekenhuis. Er is een nieuw ziekenhuis gevestigd hier. Oh shit. Ik hoop een paar mooie zusters. Oh, het nieuwe ziekenhuis is wel mooi. Meneer, u mag er niet komen. Kan ik iemand helpen? Wat zeg je nou? Ik mag er niet komen. Wat dan? Heb je hulp nodig? Ik ben administratief medewerker van het ziekenhuis. Kom. Hey. Voordat we weer in de problemen komen, Karel. Ik vind u heel aardig, meneer. Maar ik moet u misschien wel eventjes wegsturen hier. Hey, je moet niet in mijn nek lopen eigen, want dan word ik een claustrofobisch van, hè. Karel, kom. Kijk eens, Karel. Karel, duw mij. Ah, zit wel lekker. Eigenlijk moet het andersom, hè, Karel. Eigenlijk moet jij in de rol. Ja, dat dacht ik ook eigenlijk. Net Max Verstappen, zo snel je kan me niet pakken. Hoppa. Lekker man, Karel. Oké, jongens, laten we gaan. Het zweet zit tussen mijn billen uit, jongens. Jongens, het is zover. Oké, maar ik heb geen wapens. Wat moet ik naar buiten? Ja, ga wat geregeld. Ga maar. Ja? Schiet. Stap uit. Oké, maar moet ik al mensen slaan? Ga maar naar binnen. Oké, we zijn binnen. Moet ik op mijn knieën, man? Op je knieën, je bent bij deze gehostaged. Ja, je bent gehostaged. Op je knieën. Blijf volstaan. Als de politie komt, zeggen dat ze op afstand blijven, want anders gaan de hostages lek. Ik heb alleen mijn blote vuisten, pik. Wordt gefixt. Wat is ID? 3612. Yes, bedankt, man. En als ik rollen, ga volstaan. Peter Fiet. Wel, ik bewaak de bank met een knuppel, pik. Stappen nu hieruit, stappen nu! Op je knieën. Oké, hey, op je knieën. Op je knieën. Wow, ik sla echt met de knuppel in je nek, daar word je toch eng van, pik? Luister, wij willen nu een onderhandelaar. Hé, hey, bro, kan je alsjeblieft je bek dicht houden, want ik sla je echt naar voren. Bro, laatste waarschuwing. Wat meneer, is je mag opstaan en hier voorbij komen zitten. Status binnen, status, het gaat goed. Bij de andere jongens. Ja? Hey, op je knieën, waar ga je naartoe, pik? Nee, hij mocht van mij, mocht van mij. Op je knieën, hij. Sorry. Op je knieën. QC, ga beneden kijken bij je maatje. Oké. Bij Karel. Kom zo terug. Luister dan, als ik hier nodig ben om iemand neer te knuppelen, zeg mij. Jij bent de eerste die ik bel. Oké, thanks man. Mij niet, wij wel bellen bedoel ik. Hey Karel, hoe gaat het? Ja, ik zit in een laptopje of zo, man. Wat mag ik hier doen, joh? Ja, weet ik niet. Zie ik een of andere. Ik word hier zo moe van, hè. Ja, maar Karel, jij moet ook niet met technologie doen. Jij komt nog van de tijd dat gedichten werden geschreven op perkament. Ik heb hem. Hey, maar... Gelukt, jongens? Ja, we moeten wachten. Ja, 240 seconden staat er. Oh ja, lekker, dat is het gelukt. Lekker, maat. Oké, ik ga even naar boven. Hey, mag ik iemand neerknuppelen of nog niet? Nee, nog niet. Dan gaan we dadelijk bespreken. Kut. Luister, we gaan eigenlijk onderhandelen, toch? Ja. Als ze niet meewerken, kan ik jou toestemming geven wanneer we eventueel een hostage moeten neerknuppelen. Oké, maar ik wil hem Ik heb er een hostage bij. Boys, er staat gewoon iemand in de bank. Meneer de politie, wij willen nu een onderhandelaar spreken. Wij willen een onderhandelaar. We willen nu een onderhandelaar. Er mag nu een onderhandelaar komen. We hebben 3 mensen hier binnen en ze gaan allemaal down. We hebben 1 van je collega's hier binnen. Well, ik weet niet waarom, maar ik wil deze man neerknuppelen. Over 1 minuut kun jij beneden het geld gaan halen. Hé, hey, Koenig, kom naar de bank. Oh jongens, zweet staat in mijn bilnaad. Hé, hey, Karel man, ik zweet met de pleuris, man. Ja, wat dacht je waar? Ik sta hier voor een dichte deur. Dat ding zegt dat hij binnen 240 tering seconden open moet gaan. Nou, mij niet bellen. Dat ding is nog steeds zo dicht als ik weet niet wat. Kunnen we hem niet? Nee, dat lukt ook niet. Maar je trapt me niet dicht, want straks gaat hij open en trap je hem dicht en dan kunnen we weer overnieuw gaan beginnen. Hey, Karel, ik hoor wat.
Hey, hij is open. Hij is open. We moeten net geld halen. Weg een centen. Kijk me staan, man. Hey, kijk hier. Ja, man. Ik ben aan het drapen, pik. Oh. Ik ben ook aan het drapen. Oh, lekker, man. Hoeveel piek heb je al? Nou, ik denk dat ik toch wel op de 100.000 gelden zit, nou. Hoeveel heb jij al? Ik zit al op de 100.000, pik. Ik heb een plan. Wat is het plan? Wij pakken zo dat geld en we zijn zo meteen pleiten. Ze kunnen lekker allemaal de tering genieten. Dat klinkt wel als een plan, maar dan hebben we wel ruzie met heel de stad. Met 2 ton op de bank vind ik het allemaal prima. Gaan we het vergokken? Alles op 16. Mij niet bellen. Nou, mij wel bellen hoor. Ik heb 160.000. Zo, ik heb ook 150.000. Oké, okay, ik heb vrouw en kinderen. Laat maar eens gaan, man. Piet, volg mij. Goelie, kan je zorgen dat iedereen de poort erin komt? Ik word hier gegijzeld. Oké, Peter Piet. Bel mij niet, man. Ja. Jij en Karel moeten het geld allebei aan mij geven. En dan gaan we op het eind verdelen. Moet jij die cent in? Ja, allemaal. Wacht aan mij. 1189. Hier. 60. Peter, lukt het of niet, maat? Ja, ja, top. Lekker, maat. Volgens mij heeft dingen me een minder gegeven. Hé, wie moet ik neerknuppelen? Hebben we onderhandelaars? Ja, wacht. We gaan een leuk spelletje doen. Wie heeft de familie? Als je een familie hebt, mag je tegen de muur aan gaan staan. Oh, oké. Iedereen heeft opeens een familie. Oké, luister. Peter Piet. Meneer, laat me alsjeblieft eentje mappen. Laat me eentje mappen. Oké, we beginnen helemaal links. Peter Piet. Ja. Heb je een getal van 1 tot 20 in je hoofd? Ja. Oké, links, zeg maar een getal. De persoon die het raadt, die gaat dood. Mm-hmm. Zeg het maar. Zeg het maar. Ik haal je table even weg. 17. Gaat een paar raak. 17. Was het 17, Peter Piet? Nee. Nee, geen 17. Volgende. 17. Right. Peter Piet, jij loop maar mee, loop maar mee. Loop maar mee. Sorry. Hey! Oh. Genoeg, Peter Piet. Wow, volgens mij heb ik hem te hard geslagen. Luister dan, wie is deze grappenmaker? Geef hem ook een klap. Wow, Rustig. Kan iemand deze man hier helpen? Hé, Peter. Yo. Die gaan we niet over hebben, hè? Bro, jij zei dat ik hem mocht slaan. Ja, niet zo vaak. Bro, luister dan, hij deed bijna. Ik ben doodgeslagen. Nee joh, nee, hij is aan het slapen, hij is moe. Hey bro, als deze man niet meer opstaat, ga jij niet meer uit de gevangenis komen, hè, mochten we gepakt worden. Heeft iemand code 2 nodig? Ja, je mag deze 2 gasten in de gaten houden. Want ze doen een beetje brutaal. Oké, gaan we allebei hier achter het bureau op jullie knieën. En je wil de porno even aanzetten op de computer. Oké, nog 1 grap, ik zeg het. Dat gaan we zeker niet doen. Alsjeblieft, manier, laat me alsjeblieft mappen. Ja, luister, je mag die kale mappen die het brutaal doet. Nou trouwens, map deze maar. Nee, map deze maar. Hij doet echt heel brutaal, die andere. Nou, weet je wat, ik geef jullie die nog één kans. Niet mappen, Oké, alle mappen, op je knieën. Jij spoort niet, hè? Hoe bedoel je, ik spoor niet? Je hebt een gijzelaar, hè? En gijzelaar is godverdomme om ervoor te zorgen dat ik zo meteen met mijn luie reet, met mijn hartstikke geld, lekker op een banken zitten. Als jij die gozer nou, weet ik veel, moest ik ook hier komen? Zo'n ding, een hoop, nee, je moet. Jij krijgt eigenlijk een tering mee, condoom over je hoofd heen. Kan ik zo meteen in de tralies gaan zitten en weet ik veel, droog brood gaan zitten vreten met een pietje water. Hand omhoog, iedereen tevoorschijn komen. Hé, hey, Kale, slaan! Kale, slaan! Hey, wat doe je hier, Kale? Jongens, oh, politie is binnen. Hey, politie is hier. Politie is binnengelopen, man. Yo, Peter Piet. Het gaat helemaal fout. Ja, waar moeten we naartoe? Politie komt hier naar binnen. We moeten hier onszelf verdedigen. Bij deze deur komt er 1 politieman aan.